Welkom, Benjamin. Hallo Maya. Voilà, ik ben al, ik weet niet hoeveel jaar bezig. En jij, heb jij het gevoel dat je een opkomend talent bent? Nou, ik hoop het toch. Het lijkt me redelijk saai om een bewezen talent te zijn. Ik denk het enige dat ermee te maken heeft dat mensen mij bewezen noemen, is omdat ik de afgelopen tijd onder het dak ben bij Toneelhuis, wat een groot instituut is. Ik heb nog wat groeimarge, ja. Zeker. Oude gevestigde sokken. 5000 euro, dat is echt the world to me, maar dat is eigenlijk nog steeds niet veel. Maar dat betekent wel dat ik me op een creatieve manier, als ik er creatief mee omga, veel vrijheid kan creëren om met creatie bezig te zijn. En dat betaalt zich wel uit in, denk ik, beter werk voor de mensen. Niet het gevoel dat ik 15 jaar aan mijn reet heb gekrabben in bed. Ik heb echt voeten uit gebruikt en ik kan mij nauwelijks een kunstenaar voorstellen die het niet zou doen. Precies, dat is ook net wat ik zeg, dat ik met die kleine beurs gewoon juist elke meer motivatie heb om elke cent om te draaien, weet je wel? Tuurlijk. En zonder kunstenaars. Oh, En toch, we moeten het doen. Op de een of andere manier moeten we het doen. De kracht hebben om een feest binnen te stappen en op het stralende hoofd van de gastvrouw een prachtige pat te zetten en zonder een spier te vertrekken de wraak van haar lakeien te ondergaan.